Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de Toy Soldier. Ik heb op de Facebookpagina ook de Toy Soldier. Knip. Ik heb op de Facebookpagina, ook genaamd de Toy Soldier, de vraag gesteld. Stellen jullie een vraag aan mij en ik ga er antwoord op geven. En dat gaan we vandaag doen, maar we gaan vandaag nog meer doen. Ik heb iemand naast me zitten die niet Wilma heet. Nee. Maar ze heet wel Klein. Ja. Dat is wel weer leuk. Ja, we hebben dezelfde achternaam. Dit is Shirley en ja. Als jullie goed opgelet hebben, dan hebben jullie er al een paar keer eerder gezien. Want ze is al een paar keer meegeweest met Zoek ook. En naast dat ze niet met mij zoekt, zoekt ze natuurlijk ook met heel veel andere mensen. En ik heb gevraagd of zij medebeheerder wil worden van de Facebookpagina. Dus vandaar dat we er even voorstellen, medebeheerder. Nou, gezellig. Leuk, welkom. Ik heb er zin in. Dankjewel. Dus, en als ze er toch is, dan is het wel leuk als zij misschien de vragen voorstelt. Jij. Dat wil ik wel doen. Ja. En dan ga ik ze antwoorden. Oké, we beginnen bij het begin. Ruud van Annemiek Simons is deze. Wanneer ben je begonnen met metaaldetectie en wanneer met YouTube? Nou Annemiek, dat is eigenlijk heel makkelijk. Ik ga een beetje voorover zitten, want dan zit ik wat dichter bij de microfoon. Nou Annemiek, dat is eigenlijk een heel lang verhaal. En voor de mensen die echt nieuwsgierig zijn naar het hele verhaal, die moeten straks de nieuwe catalogus van Kooistra maar aanschaffen. Want daar staat een 2-pagina interview over mij in hoe ik begonnen ben en wanneer ik begonnen ben met YouTube. Maar ik kan wel even in het kort antwoord geven. Ik ben een jaar of 20 geleden, misschien wel langer geleden, begonnen met metaaldetectie als kleine jongen. En het YouTube-kanaal, de Toy Soldier, bestaat dit jaar 5 jaar. Dus een jubileumjaar. 5 jaar. Van Maarten Havinga. Hi Ruud, mijn vraag aan jou. Als je toestemming vraagt aan grondeigenaren, wat is dan de verhouding ja en nee? Oftewel, krijg je vaker een ja te horen of een nee? En wat zijn dan de meest opvallende redenen voor een nee? Leuke vraag. Best wel ingewikkeld ook. Het ligt eraan waar je toestemming gaat vragen en het ligt eraan wanneer je toestemming gaat vragen. Als je in de winter toestemming gaat vragen, dan is de kans veel groter dat boeren ja zeggen, want in de winter ligt het land in rust. Als je in de zomer toestemming gaat vragen, dan staat de vee buiten of het gewas staat op groeien. Er zijn heel veel redenen waarom ze in de zomer liever niet hebben dat je komt zoeken. Dus als je toestemming wil vragen en een relatie wil opbouwen met een boer, begin dan in het najaar. Dan zijn ze A wat rustiger, B het land is in rust en zijn ze veel toegankelijker. Voor de mensen die in de zomer willen gaan zoeken, want ik wil ook in de zomer zoeken, dan ga je gewoon een ronde rijden en het is geluk hebben. Ik heb wel eens 2 keer per dag ja en 10 keer per dag nee. En ik heb wel eens 1 keer per dag ja genoeg. Monique de Jong, wat is het allermooiste dat je uit de grond hebt gehaald? Het allermooiste? Het allermooiste komt uit Groningen. Nee, dat is gekkigheid. Wilma komt uit Groningen. Maar die heb ik niet uit de grond getrokken. Het allermooiste. Ik had het al klaarleggen, want ik wist de vragen natuurlijk wel een beetje. Ik denk in 2 fouten. En heel veel kijkers weten het al. En heel veel kijkers hebben hem al een lange keer gezien. En misschien wel 2 keer of misschien wel 10 keer. Maar de allermooiste is deze filigrijn gouden bros. Ik zal hier bovenin even een foto plaatsen. Ja, doe dat. Dat doen we. Maar dit is zo'n puntgave vondst. Een bros die met de hand gemaakt is en waar zoveel tijd en energie in is gestoken, dat die niet zozeer in de goud waarde heeft. Omdat die, hij is helemaal niet zo zwaar. Er zit aan goudgewicht zit er helemaal niet zoveel in. Maar in de techniek die toen de tijd gebruikt is en de manier waarop die bewaard is gebleven, ja, dat is gewoon fantastisch. Hij is echt heel mooi. Dat is echt geweldig. Historisch gezien vind ik deze pelgrimsplak, ja, het is een oerlelijk ding. Het is een stuk lood met vaag wat tekeningen erop. Maar ik weet eruit te halen wat erop staat. En ook hierbij zal ik de foto's ergens in de hoek plaatsen. Hier zit gewoon een mega verhaal achter. Een godsdienst die al jaren ter discussie staat en al eeuwen.
En mensen die daar zoveel houvast aan hebben gehad. En deze pelgrimsplak die heeft voor iemand iets betekend. En die heeft hem aangeschaft of laten maken. Of nou, je kan je fantasie erop loslaten. Ja, en dat maakt deze vondst juist weer heel mooi. Oké, Ruud, ben je er klaar voor? Of ik er klaar voor ben? Ja. Nou. Albert der Kinderen. Nou, laat me zitten, sla maar over. Nee, wat vraagt hij? Vraagt, hoe heb je Wilma Klein leren kennen en waarom heeft ze jou genomen? Albert, wil je het echt weten? Want als ik mijn geheim ga vertellen, dan heb jij straks ook een soort Wilma. Mike Faber vraagt, wat zou je ooit nog eens op willen graven? Nou, ik heb maar één echte bucketlister. En dat is niet omdat het zo'n gigantische, fantastische vondst is, want ze worden best regelmatig gevonden. En dat is een scheepjesschelling. Oh. Gewoon één scheepjesschelling. Gewoon een 6-stuiver stuk, maar dan met een scheepje erop in plaats van een paardje. Christophe van Doren. Ik heb een Simplex Plus. Die heb ik ook. En met bijvoorbeeld verschillende gouden items te testen, kom ik op verschillende VDI-nummers. Nu vind je op die nummers evengoed rommel. Kun je dit voorkomen en hoe haal je de rommel en de goodies uit elkaar? Kan je dat eens proberen uit te leggen? Ja, dat is heel simpel. Dat kan niet. Nee, ik wou net zeggen, ik luister mee, maar... Nee, dat kan niet. Nee. Het zit zo. Het aantal karaat, dus 8 karaat, 14 karaat, wat heb je allemaal nog meer, 24 karaat, dat geeft al een ander signaal. Ja. Dan heb je ook de dikte van het goud. Is het zo'n dikke gouden ring of is het een heel dun kettingje? Dat zorgt ook al voor een andere VDI. En dat is niet alleen met goud zo, dat is met alle metalen zo. Ja. Goud geeft helaas vrij laag aan. Bij alle metaaldetectors komt dat een beetje op zilverfolie, aluminiumfolie, treklipjes. Al die dingen komen vaak ook een beetje in die categorie binnen. Wil je goud vinden, zal je rommel moeten graven. En hoe meer je op recreatie graaft, hoe meer rommel je zal graven. Hoe meer je bijvoorbeeld op stortakkers graaft, hoe kleiner die kans is. Want daar ligt veel minder treklipjes, daar ligt veel minder folie, daar ligt veel minder. Dus is het aantrekkelijker om de lage VDI-nummers ook te graven. Maar wil je echt goud zoeken, vooral op het strand of op een speeltuintje... Ga ook die rommel graven. Pas dan kom je ook de gouden dingen tegen. Tyson, als ik het goed uitspreek, Tyson Klaassen vraagt over de tumbler. Heb je al meer grondstoffen gebruikt voor reiniging? Zo ja, hoe beviel het? Eigenlijk ben ik het meest tevreden over de steelrods. En steelrods zijn hele kleine stalen pennetjes of stalen bolletjes. En dat combineer ik met een heel klein beetje gewoon aquariumzand. Heb je enig idee waar ik het over heb? Nee. Jawel. Maar Door Mijn Lens vraagt... Door jouw lens? Of jij even in de lens wil vertellen wanneer je weer een veiling voor Villa Joep organiseert. Veiling voor Villa Joep. Ja, nou, de meeste mensen weten het wel. Ik draag een warm hart uit naar Villa Joep. Een stichting voor neuroblastoom kinderkanker. Of eigenlijk tegen neuroblastoom kinderkanker. En... daar doe ik heel graag wat voor en daar doe ik ook een paar keer per jaar wat voor. Maar ik wil het niet helemaal uitmelken. Het nadeel is, als je een paar keer per jaar iets doet, dan ga je ook mensen triggeren. Ja, mensen gaan dan toch weer denken van, daar heb je hem weer met zijn goede doel of daar heb je hem weer met zijn handje op. Dat wil ik proberen te voorkomen. Dus ik wil een balans proberen te houden tussen iets voor Villa Joep doen en het leuk houden binnen de hobby. Dus ik heb altijd wel ideeën en ik ben altijd wel ergens mee bezig, maar ik probeer altijd een beetje te timen wanneer ik dat ga doen en ik probeer dat niet helemaal uit te melken. En vandaar dat het soms wat langer duurt en soms wat korter. Mark Scholten vraagt, hoe kan het dat veel velden waar je al vaker overheen gelopen bent, toch weer verrassingen, naar boven komen? Heeft dit met de bodemverschuiving te maken, welke je niet ziet? Vochtigheid in de grond of toch gewoon mazzel dat je het de vorige keren gemist hebt? Ik denk dat je zelf alle drie de antwoorden al een beetje gegeven hebt. Ja. Je hebt bijvoorbeeld
Ja, ik zoek veel op stortgrond en dat betekent dat er een hele laag toemaakdek op dat veld is uitverstrooid en daar is dus weer grond overheen gekomen en met de jaren zit dat daar ergens in die grond en wij zoeken daar en dan denk je, nou ik ben er nu 3 keer overheen geweest, nu heb ik alles. Veengrond, want stortgrond is vaak veengrond en die veengrond klinkt in. Hoe droger het wordt, hoe meer het inklinkt en als het dan weer nat wordt, dan zuigt het weer vol en gaat het weer een beetje uitklinken. Dat houdt dus in dat de grond altijd in beweging is. En ik kan het niet helemaal bewijzen, maar ik heb het idee dat vondsten die dieper leggen, die je dus daarvoor met je metaaldetector net niet raakte, of net buiten het bereik lagen, dat die door het inklinken en het uitzetten meekomen omhoog en het jaar daarop, of het seizoen daarop, dus weer wel binnen jouw bereik leggen. Dat is 1 theorie. De 2e theorie is inderdaad, hoe goed je ook je best doet, je pakt nooit alles. De beste metaaldetector is mist vondsten. Dat kan niet anders. Dat is gewoon zo. Dus het is altijd raadzaam om een keer extra over een veld te lopen. En een 3e optie is het ploegen van een veld. Veel bouwakkers worden omgewoeld. En dat is ergens tussen de 30 en de 50 centimeter, geloof ik. En die hele kleine frummeltjes die 50 centimeter diep liggen in die zware klei, ja, die pak je niet. Maar als de boer een keer goed heeft omgewoeld en daarna nog een keer met de roodrechter overheen geweest is, en dan is er nog een keer geoogst en dan kom jij weer, ja, dan is toch alles weer een beetje omhoog gekomen. Ja. Dus een veld is eigenlijk nooit echt leeg. Heb je nog andere hobby's naast metaaldetectie? Metaaldetectie is wel mijn passie. Dat is wel iets wat ik echt het allerliefste doe, waar ik echt altijd mee bezig ben. Metaaldetectie, het YouTube-kanaal, de Facebook-pagina, nieuwe technieken, eigenlijk alles. Maar ik teken heel graag. En ik vis heel graag. Dus, dit was hem weer, de Q&A met de kleintjes. Ja. Huh? Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. En vergeet dan ook niet het duimpje omhoog te doen. En vergeet niet te abonneren. We zitten bijna op de 9000 abonnees. En ik zei eerst, een beetje nors, ik heb nou al zoveel giveaways gedaan, ik ga bij de 10.000 pas wat weggeven. Ik heb toch besloten om bij de 9000 ook wat weg te geven. Een scuba detector. Eerlijkheid gebied wel te zeggen dat ik hem al een keer gebruikt heb, want ik heb hem als test gehad. Maar ik ben zelf niet echt een duiker. Maar zo goed als nieuw. Ik denk dat hij 2 of 3 keer gebruikt is. Wil je deze nou winnen? Zorg dat je erbij bent. Zorg dat je geabonneerd ben en doe lekker dat belletje aan. En zodra ik de 9000 subscribers heb gehaald, ga ik hem verloten. Kan niet voor jou worden.